Hallo en welkom bij de Flemish Worker. Um, hoi, mijn naam is Thierry. Vandaag weer een snelle wekelijkse tip. Um, deze gaat even over vouwmeters. Er zijn verschillende soorten vouwmeters: um, groot, klein, dik, dun, lang. Deze is echt zo'n traditioneel Hollands duimstokje. Um, best wel handig, maar je moet het gewoon zijn. Deze sirene van Sola is 2,4 meter. In plaats van een traditionele 2 meter. En dit is de, uh, gewoon een bouwvouwmeter uh, dat je overal in de bouwmaterialenzaken uh, bij krijgt. Deze komt van de Kermans, ook gekregen. Waarvoor hartelijk dank. Snel afschrijven met een vouwmeter. Er staan verschillende hulpstukjes voor, morgen je kunt dat ook gewoon weg met je hand doen. Je houdt je hand er tegen op een bepaalde afstand. Je zet je potlood er tegen je trekt gewoon en nu staat er hier een potloodlijn op de juiste afstand dat ik nodig heb. Um, wat kunnen we er nog mee doen? Gewoon meten, uiteraard. Bij sommige vouwmeters staan er hier ook van die graden op dat je de hoeken kunt bepalen. Er is ook een truc dat je dat zo kunt doen. En dan heb je een hoek van 90 graden, dat je dan weer op die manier kunt aftekenen. Um, je kunt ook als je ergens tussen twee materialen in moet meten. Dan zal ik er even iets bij pakken. Ik kan hier nu niet tussen meten. Stelt nu dit is ergens een trap of zo, ja, dat komt niet uit. Um, of nog erger. Ik zal het nog een beetje smaller maken, 30 centimeter. Hier stond een muur en hier stond een muur, dus ik kan absoluut hier niet tussen meten. Wat toeren dan? Dan pak je eigenlijk gewoon 2 meters, 2 vouwmeters. En je kunt die dan zo naast elkaar houden. En dan kun je dat eigenlijk gaan optellen. 20, 20,5, en 10 is 30,5. Zou dat er binnenin moeten zijn? En even eyeballen. Ja, dat is ongeveer zo. Dus op die manier is dat wel gemakkelijk. Um, is dat over een grotere afstand? Dan maakt je dat gewoon groter. Hè? En zo kunnen we elke keer verder en verder gaan. Um. Ik heb nog iets opgeschreven. Ik even gaan spieken. Ah ja. De dikte van uw vouwmeter is 3 mm, dus dat kunnen we ook gebruiken om iets te ondervullen. Bijvoorbeeld, we um, zitten ergens aan, aan het werken en je hebt snel 6 mm nodig. Up, twee dingetjes openvouwen, je zet je materiaal erop en je hebt 6 mm verschil. Die dikte is quasi overal hetzelfde. Nu ben ik alleen niet van overtuigd, van een deze zal dat niet zo zijn omdat hij dunner is. Ja, dat is juist geen 3 mm. Ik denk dat dit 2,8 is. En bij deze gaat het meer zijn. Dit is 5 mm. Maar bij de traditionele vouwmeters, die wij in België voornamelijk kennen, 3 mm. Deze in het Nederland 5 mm. En deze, omdat die langer is, die is uh, zal 2,8 zijn. Deze zijn maar drie tips. Er zijn onnoemelijk veel tips en tricks met vouwmeters, um, ook nog eens eens zoveel met rolmeters. Um, wilde dat ik daar eens een special over maak, echt iets langer, een beetje dieper op ingaan op de, in de trucjes en dergelijke meer, uh, laat het mij zeker en vast weten, en dan zal ik dat wel regelen. Vind mijn snelle tips leuk, geef mij dan zeker een duimpje naar omhoog. Deel eventueel mijn filmpjes met iemand dat ze kan gebruiken. En abonneer je op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.